Welkom maagd bij jullie maandreading voor de maand januari 2022. Dit is een algemene reading voor iedereen die maagd in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Algemeen zoals ik zei, dus niet alles hoeft te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege of voor iemand anders. Ik ga meteen beginnen met de tea leaves. Kijken welke boodschappen er voor jullie willen uitkomen voor de maand januari 2022 op het gebied van liefde en relaties, universum. Ik wil graag 3 boodschappen voor maagd op het gebied van liefde en relaties voor de maand januari 2022. 3 kaarten alsjeblieft. Ja, dank u wel. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor de maagd op het gebied van liefde en relaties. Maagd. Januari 2022. Ja, dank u wel. Nog 1 kaart uit deze stapel voor de maagd. Ja, dank u wel. Dat ging snel. Dan wil ik nog 3 kaarten uit de volgende stapel. Ik heb de kaart al voor jullie voorgeschud. Nou, ik schud ze en deel ze altijd nog een keer. Zo. 3 kaarten nog alsjeblieft voor de maagd in januari 2022 in liefde en relaties. Welke boodschappen mogen er uitkomen voor de maagd? Dank u wel. Nog 1 kaart alsjeblieft voor de maagd. Januari 2022. Ja. We hebben 6 kaarten voor jullie maagd. We gaan kijken wat er uit is gekomen. Januari 2022. We hebben de Eagle. Triumph over troubles, obstacles. Dus je gaat een triumf behalen. Je gaat problemen, obstakels, ga je oplossen. Daar komt de oplossing voor in de maand januari. Dan hebben we de boot. Dit heeft te maken met geld of eigendommen wat je ontvangt. En dit kan zijn doordat je iets gaat winnen. Dus het kan zijn dat je een geldbedrag gaat winnen of iets erft, een erfenis ontvangt. Of gewoon door puur geluk. Er komt iets op je pad waardoor je inderdaad geld of eigendom krijgt. Dan hebben we de muizen. Discord among friends or family. Dus een situatie in je vriendenkring of in je familie zal er plaatsvinden in de maand januari. De muizen. Dus ja, kijk hoe dit gaat resoneren. We hebben de roos. Romantiek hangt in de lucht. Maagd. Heel mooi. En dan hebben we de staf. Er zal voor je gezorgd worden in moeilijke tijden. Dus dat is ook een hele positieve kaart. We hebben eigenlijk allemaal de positieve kaart hier. Alleen de muizen inderdaad. Er gaat iets. Er is een situatie in je vriendenkring of in je familie. En dan hebben we de tent. Dit kan met die situatie te maken hebben. Dit is, hier is sprake van een tijdelijke situatie. Een temporary situation. Dus het is een tijdelijke situatie waar je mee te maken krijgt in de maand januari. Dan wil ik graag 3 kaarten voor jullie energie. Nou, dat ging heel snel. Ik stop hem even terug. De hangman kwam eruit. Dus het kan zijn dat jullie op dit moment je een tijdje teruggetrokken hebben. Ik wil de kaarten eerst delen. Universum. Ik wil zometeen 3 kaarten voor maagd. Kijken of die hangman er weer uitkomt. Maand januari 2022 op het gebied van liefde en relaties voor de maagd. Maagd in januari 2022. Nog 1 kaart voor de maagd in januari 2022 op het gebied van liefde en relaties. Oeh. We hebben de keizer in jullie energie, hele krachtige energie. We hebben de pentakels 9, ook een kaart van in je kracht staan. Je eigen waarde kennen, controle over een situatie, touwtjes in handen hebben. En dan hebben we nog een hele krachtige kaart,
De keizerin. Dus we hebben de keizer en de keizerin in jullie energie. Dus je kunt zelf in een hele onafhankelijke energie, zelfstandig. En jouw persoon ook, aangezien we twee persoonskaarten, de keizer en de keizerin. Maar als algemene energie hebben wij hier de staven 5. En jongens, kijk wat eronder ligt. De hangman. Dus het kan zijn dat je inderdaad de situatie vanuit een ander gezichtspunt, vanuit een ander ooghoek gaat bekijken. En dit kan een situatie zijn waar er sprake is van conflict. En het kan een conflict zijn met een vader of een moederfiguur. Dus dit kan inderdaad gaan over familie. Discord among family or friends. Nou, de keizerin is een moederfiguur. De keizer is een vaderfiguur. En we hebben hier conflict. Meningen die botsen. Met de staven 5. Dan wil ik 3 kaarten voor de... Ik was nog niet uitgesproken. Voor de persoon waar maagd mee te maken heeft. De persoon waar maagd aan denkt. 3 kaarten, universum. Januari 2022 voor de energie van de persoon van maagd. Energie van de persoon. Nou, je persoon zit in dezelfde energie. Kijk, de eerste kaart die eruit is gekomen is de hangman voor je persoon. En de koning van pentakels voor je persoon. Nog 1 kaart, universum voor de persoon. Ja. En de kluizenaar. En onder op het dek hebben wij de zon. En daaronder de dood. Verandering, nieuw begin. Mag ik 2 kaarten voor de gezamenlijke energie tussen maagd en zijn of haar persoon? 2 kaarten. Ja, nog 1 kaart voor de gezamenlijke energie tussen maagd en zijn of haar persoon. Gerechtigheid. Maagd ligt in jullie gezamenlijke energie. En dan hebben we de schildknaap van kelken in de gezamenlijke energie. Onder op het dek ligt de kelken 9 in de gezamenlijke energie. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een ram. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een vissen. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een maagd. Zoals jullie zelf met deze energie. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een stier of een weegschaal. Met de gerechtigheid, wederom heel sterk weegschaal-energie. En we hebben hier de zon liggen onder op het dek van jullie persoon. En dit is leeuw-energie. Verder hebben we pentakels, aarde-energie, stier, maagd, steenbok. Dit is ook weer jullie eigen energie. We hebben kelken, dat is water, schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben ook vuur-energie, ram, leeuw, boogschutter. Maar heel sterk ram, leeuw, maagd, jullie eigen energie, vissen-energie en weegschaal. Energie. Stier en nogmaals weegschaal. Romantiek hangt in de lucht. Maar er is een conflict. En ik heb het gevoel inderdaad, we hebben hier de 9 van pentakels in jullie energie liggen als tweede kaart. Dit is een energie van single zijn. Van zelfstandig zijn, onafhankelijk, de boel draaiende houden, je hebt het goed voor elkaar. Dit is iemand die hard werkt voor zijn geld. En ook geniet van het harde werk. Er komt natuurlijk geld binnen. Dus je hebt alles goed op orde. Je hebt je financiën op orde. Je hebt een leuke vriendengroep om je heen. Een leuk sociaal leven. Je bent in principe tevreden met alles wat je hebt bereikt in je leven. En dan, dit ligt tussen de keizer en de keizerin. Beide, de keizer is iemand die de controle wil houden, die de touwtjes in handen heeft, die een leiding geeft. Het kan een oudere man zijn, zoals ik zei. Het kan een vaderfiguur zijn. En de keizerin, dat gaat allemaal om vruchtbaarheid, groei. Dit is een dame die weet wat ze waard is. Een dame die in haar kracht staat. Een dame die goed voor zichzelf kan zorgen. Dit kan een moederfiguur zijn. Dit kan ook betekenen dat sommige van jullie inderdaad zwanger zullen zijn in de maand januari. Of de geboorte van een kind kan dit verstaan in de maand januari. Het kan zijn dat je dit alleen gaat doen. Met 9 van pentakels voor een enkeling die nou naar de reading luistert.
omdat de 9 van Pentakels er langs ligt. Het kan zijn dat je een conflict hebt met je keizer, als het ware, omdat diegene de controle wil houden over een situatie. En je hebt zelf heel goed de controle in handen met die keizerin-energie, de 9 van Pentakels. Het kan zijn dat je te maken hebt met een soulmate. We hebben de keizer en de keizerin hier op de tafel liggen. Dat is een stel. En ja, er is een bepaald conflict. Ik ga dadelijk kijken waar dit mee te maken heeft. De keizerin kan ook te maken hebben met een groei. Met groei, vruchtbaarheid. Maar dit kan ook de geboorte zijn van een bepaald project. Een andere richting die je opgaat qua werk. En wat je ook weer financiële zekerheid gaat bieden. Want de keizerin is iemand, ja, die goed voor zichzelf kan zorgen, onafhankelijk is, in haar kracht staat. En ook, dit gaat ook om, ja, materialisme. En de 9 van Pentakels is iemand die ook financieel er goed bij zit. Dus we gaan het zo zien. Bij je persoon, de hangman, dit is, ja, een tijdje zich terugtrekken. Want daar ligt ook de kluizenaar. Dus het kan zijn dat jouw persoon zich terugtrekt en innerlijk licht schijnt met de kluizenaar. Dus het kan zijn dat jullie op dit moment wellicht geen contact hebben. Mocht jouw persoon de keizerenergie zijn en jij de keizerin of andersom, dan kan het inderdaad zo zijn dat hij of zij plannen aan het maken is. Want de keizer houdt van structuur, planning, feiten. Hij baseert zijn acties op feiten. Dit is wel iemand die actie wil ondernemen en de keizerin ook. Dus beide zitten jullie in een soortgelijke energie. Het kan zijn dat jullie op dit moment even geen contact hebben of in de maand januari, omdat je persoon zich terugtrekt en de situatie vanuit een ander oogpunt bekijkt, in zichzelf zijn intuïtie gaat volgen en zo, ja, een ander inzicht krijgt. De situatie van uit een ander licht, of ja, hoe zeg je dat? In een ander licht gaat zien. In het midden, bij je persoon, hebben we de koning van Pentakels. Dus ik heb het gevoel inderdaad dat jouw persoon, de stiermaag steenbok, ook iemand is die met beide benen op de grond staat, die er financieel ook goed bij zit. Net als jullie energie met de 9 van Pentakels en, ja, die keizer en keizerin wat we hier hebben liggen. Je persoon is, bekijkt de situatie praktisch. En op basis van de manier waarop hij de situatie ziet, onderneemt hij ook zijn stappen. Dit is iemand die heel charismatisch is. Iemand die heel erg ja, veel waarde hecht aan stabiliteit, zekerheid op financieel gebied. Maar ook een gezinsman met de koning van Pentakels. Financiële zekerheid en stabiliteit is heel erg belangrijk voor deze persoon. Dit kan een goede echtgenoot zijn, een vaderfiguur wederom. Dus we hebben hier die keizer, dat is ook een vaderfiguur. Voor sommigen kan het zo zijn dat jullie in een huwelijk zitten met de persoon waar je op dit moment aan denkt, maar dat je zelf toch je eigen leven hebt, heel onafhankelijk bent en niet afhankelijk bent als het gaat om financiën van je persoon. Als algemene energie heeft je persoon de zon. Dus dit is weer groei, vreugde, geluk. Ja, duidelijkheid in een situatie krijgen. En daar is je persoon mee bezig door zich terug te trekken en een innerlijk licht te schijnen. Door de situatie, ja, uit alle ooghoeken te bekijken en in een ander licht te gaan zien met de zon. Dit heeft ook te maken met, dit kan zelfs staan voor een huwelijk, voor kinderen. Dus ja, we hebben hier de keizerin, dit heeft ook, kan ook met kinderen te maken hebben, met de geboorte van een kind, de geboorte van een nieuw idee, een plan. Dus kijk hoe het resoneert. In de gezamenlijke energie hebben wij gerechtigheid. Dus beide willen jullie dat er balans komt in een bepaalde situatie. Bij dit conflict kan het ook zo zijn, maagd, dat je advies krijgt van een keizerfiguur, van een vaderfiguur. Dus het kan je eigen vader zijn of een oudere man die jou advies gaat geven in een moeilijke tijd. In een conflict wat hier ligt. Maar dit is een tijdelijke situatie, dit conflict. En we hebben hier die 9 van Pentakels en we hebben hier geld of iets wat binnenkomt door een erfenis, door iets wat je gaat winnen of door een, ja, een geluk wat je gaat krijgen.
Dat kan ook weer hier met die 9 van Pentakels en de keizerin te maken hebben. Dus het kan zijn dat je inderdaad geld binnenkrijgt in de maand januari. Wat ervoor zorgt dat je weer kunt groeien op een bepaald gebied met de keizerin. In de gezamenlijke energie hadden we de gerechtigheid, balans, gerechtigheid in een situatie. Jullie willen beide gerechtigheid en balans in de situatie. We hebben de schildknaap van Kelken. Dit is een boodschapper. Dus jullie willen beide over de situatie praten. Dit kan een emotionele boodschap betekenen. Dit kan ook een excuus betekenen. Dus het kan zijn dat jullie een excuses verwachten van de persoon waar je hier aan denkt. Het kan zijn dat jouw persoon de situatie op een andere manier gaat zien en bij jou binnenkomt met een emotionele boodschap of zijn excuses maakt. Kan andersom zijn. En dit gaat jullie beiden heel gelukkig maken met de Kelken 9. Het kan ook zo zijn dat jij of je persoon een excuses aanbiedt aan de ander om zichzelf beter te voelen. Want de Kelken 9 is wel een kaart van ja, emotionele tevredenheid, maar dit is eigenlijk een kaart van zelfenergie, dus aan jezelf denken. Dus zelf zorgen voor je emotionele tevredenheid. Dit is geen gezamenlijke energie. Dus het kan inderdaad zo zijn dat iemand binnenkomt met een excuses en dit alleen maar doet om zichzelf daar beter door te voelen. Maar dit is ook een kaart van wensen die in vervulling gaan. Dus als jullie het uitpraten, deze situatie, zeker met de gerechtigheid, heb ik het gevoel dat dit jou ja, geluk gaat brengen. Dat je ja, een tevreden gevoel gaat opleveren. En ik heb het gevoel dat jullie beiden met elkaar willen praten. Je persoon heeft de zon hier liggen. Dus hoop ook en geloof dat alles goed gaat komen. Er wordt duidelijkheid op de situatie geschenen. Er komt een emotionele communicatie tussen beiden wat balans gaat brengen. Wat jullie beiden ja, gelukkig gaat maken, heb ik het gevoel. Wat is die staven 5 in de algemene energie? Ja, dank u wel. Staven 5 wordt verklaard door de staven 2. Staven 5, universum. Waarom ligt hier die staven 5 als algemene energie van de maagd? Staven 5. Nou, en dan komt hij toch weer eruit. Hij lag net onder op het dek en ik dacht, nou, ik ga nog even verder en hij komt er toch uit. Dus dit is een confirmatie van het universum dat die kaart er echt uit moet komen. De koning van Kelken. Iemand die emotioneel volwassen is. Iemand die emotioneel veel mee heeft gemaakt in zijn leven. Iemand die liefde te geven heeft en liefde te ontvangen heeft. De koning van Kelken, ja. En dan hebben we de staven 2. Op een kruispunt staan in je leven. Het kan zijn voor sommigen van jullie dat jullie iemand nieuw hebben leren kennen. Door gemeenschappelijke vrienden. Of via het internet. Wat je op de een of andere manier een intern conflict oplevert. Of een soort vaderfiguur of moederfiguur is het niet eens met deze connectie. Met die koning van Kelken. Dit is wel iemand die heel veel liefde voelt voor de ander. De koning van Kelken. Iemand die diepe gevoelens heeft. Dus het kan zijn inderdaad dat jullie in een huwelijk of een lange termijn relatie zitten. En dat je inderdaad iemand nieuw leert kennen. En op een kruispunt staat in je leven. Een innerlijk conflict hebt over deze situatie, maagd. Ga je die keuze maken om de nieuwe, ja, met de nieuwe persoon verder te gaan of niet? Dit is een tijdelijke situatie, hè? We hier liggen met de tent. Waarom ligt hier de kluizenaar bij de persoon van maagd? De kluizenaar. Waarom ligt hier de kluizenaar? De koningin van staven. Een hele vurige koningin.
En de staven 9. Ja, persoon trekt zich terug. Schijnt een innerlijk licht. En het gaat hierbij om een koningin van staven. Een vuurteken, ram, leeuw, boogschutter. Waarmee hij of zij al de nodige obstakels, problemen heeft overwonnen. En jouw persoon wil niet opgeven op deze situatie. Het kan zijn dat jullie vuurenergie in je teken hebben, ergens. Dus een hele gepassioneerde koningin. Iemand die haar doel achterna gaat. Iemand die de controle wil houden over een situatie. Iemand die haar hart volgt, handelt vanuit haar hart. Een groot hart heeft ook. En je persoon denkt na over alle obstakels die er op jullie pad liggen. En het kan te maken hebben met het conflict wat hierboven ligt. Dit kan een innerlijk conflict zijn die jullie maakt, maar dit kan ook letterlijk een conflict zijn met de persoon waar we hiermee te maken hebben. De keizer, de koning van pentakels. Al vele hordes overwonnen. Samen. Jullie kunnen voor de vrouwelijke kijkers heel aantrekkelijk zijn met de koningin van staven, met de keizerin. Zorgzaam. Ja, en ook fysieke mooie kenmerken. De ander vindt je fysiek ook heel aantrekkelijk. En de ander wil niet opgeven op deze situatie. Met de staven 9. Waarom ligt hier die schildknaap van Kelken in de gezamenlijke energie? Schildknaap van Kelken in de gezamenlijke energie. Oeh. Kelken 4. En de wereld. De wereld is een einde en een nieuw begin. Een cirkel die rondgemaakt wordt. Iets wat afgerond wordt. Niet afgerond wordt in de zin van een einde. Maar een einde is weer een nieuw begin. Maar dit is de cirkel wordt rond. Het plaatje wordt heel. Wordt compleet gemaakt. Kelken 4. Dit is een kaart van een liefdesaanbod. Wat niet aangenomen is, wat niet gezien is, wat geweigerd is. Waardoor de ander zich teleurgesteld kan hebben gevoeld. Het kan zijn dat jullie maagd, want in jullie energie ligt die 9 van pentakels, je alleen gevoeld hebben in een huwelijk of in een lange termijn relatie. Je hebt het gevoel dat je persoon emotioneel niet gaf in deze relatie. Dat je persoon niet zag hoeveel jij gaf in deze relatie, emotioneel gezien. Hoeveel liefde je had voor deze situatie. Je voelde je alleen ervoor staan met die 9 van pentakels. Verantwoordelijkheid dragen in je eentje. En op die manier wel onafhankelijk zijn en in je kracht staan. Maar je voelde dat de ander niet emotioneel was. Heel rationeel, alles heel... Vanuit praktisch oogpunt bekijken, maar geen gevoel in de connectie geven. En met die schildknaap van Kelken. Dit gaat om een boodschap uiten van emoties, waardoor de situatie. Waardoor er een totaal. De cirkel rondgemaakt wordt, als het ware. Iemand kan zijn excuses aanbieden, zoals ik al zei. Maar dit kan ook een inconsistente energie zijn van iemand die de ene dag aangeeft ik hou van je en de andere dag dat niet laat zien.
Eén van beide heeft ja, de ander niet de aandacht, de liefde gegeven in de relatie, in de connectie. Zoals de ander dat verwacht had. En was misschien meer bezig ook met geld en ja, werken, hard werken. Dat was misschien prioriteit nummer één. In plaats van inderdaad emotioneel openstaan naar deze relatie. Waarom ligt hier de gerechtigheid? Waarom ligt hier de gerechtigheid? En openheid, emotionele openheid, dat gaat jullie beiden geluk brengen. Waarom ligt hier de gerechtigheid? Gerechtigheid wordt verklaard door de koning van staven. Ja, dat is ook wederom iemand die de controle wil houden over een situatie. Ramleeuw boogschutter. Iemand die heel passievol is. Iemand die zijn hart volgt. Iemand die ook ego kan hebben. Net zoals de keizer wat we hier hebben liggen. Dus het kan zijn dat je echt met een ram te maken hebt. En we hebben de zwaarde 6. Wegvaren van een situatie. Conflict achter je laten. Naar een rustig, kalm vaarwater toevaren. Een plek van vrede. Dit kan zijn een verhuizing. Het kan zijn dat deze persoon jou inderdaad heeft verlaten. En dit kan die keizerfiguur zijn, de koning van staven. Dat deze persoon een andere richting uit is gegaan. Het hoeft niet naar iemand anders toe, maar dat kan ook inderdaad, zoals ik zei, prioriteiten ergens anders leggen. En daar komt balans in die situatie. Wat is het advies, universum? Wat is het advies in deze situatie? Wat is het advies in deze situatie voor de maagd? Advies voor de maagd. Advies, zwaarden 3. Zwaarden 3 is een kaart van pijn, verdriet. En dit in het advies. Dit is ook een kaart van pijn die met de tijd zal healen. Dus neem je tijd om ja, dit te verwerken wat er gebeurd is. Dit conflict. Neem je tijd daarvoor. Want de pijn zal met de tijd minder worden. En inderdaad, de 7 van pentakels is een kaart van wachten. Zaadjes die geplant zijn, werk wat gedaan is, wachten op resultaat, maar nog niets zien. Dus heb geduld. De pijn, en het kan zijn dat iemand je wel bedrogen heeft met die zware 3. Heb geduld. De pijn zal ja, vanzelf inderdaad minder worden. Onder op het dek hebben wij de ridder van zwaarden. Tweeling, weegschaal, waterman, energie. Dit is iemand die de waarheid spreekt. Dus inderdaad, spreek de waarheid. Dit is iemand die zijn emoties ja, binnenhoudt als het ware. En inderdaad handelt vanuit ratio. Niet zozeer, ja, dit is iemand die heel duidelijk communiceert, laat ik het zo zeggen. Iemand die kan ook wel op een harde manier de waarheid op tafel gooien. Dus, en dit ligt in jullie advies. Dus inderdaad, heb geduld. En spreek de waarheid. Zeg wat je op je hart hebt. En probeer je niet emotioneel te laten overrulen door deze persoon, maar ja, hou het kort en bondig. En dit kan ook te maken hebben met inderdaad informatie verzamelen over de situatie. Vragen aan de ander. Erachter komen hoe de situatie in elkaar zit. Waarom ligt hier die zon bij de persoon van maagd? Waarom ligt hier de zon? Wordt verklaard door de 8 van staven. Dit kan een communicatie zijn, maar dit is een hele snelle vooruitgang in een bepaalde situatie die stagneert. Dit kan ook te maken hebben met stress door positieve opties.
meerdere opties, meerdere kanten die je, of meerdere ballen die je in de lucht houdt. Op positief gebied. Dus je persoon kan inderdaad met ja, heel veel andere dingen, andere prioriteiten bezig zijn. En dit brengt hem of haar groei en geluk. Ja, je persoon wil een risico nemen. Je persoon wil in het diepe springen. Je persoon wil vooruitgang in de situatie en gaat een risico nemen. Denkt niet meer zozeer na. Is gewoon optimistisch en positief en heeft vertrouwen in de toekomst dat het allemaal goed zal komen en dat die zon gaat schijnen voor hem of haar. Wil verder groeien. En dit kan allemaal te maken hebben met ambities op het gebied van werk. Maar dat kan ook te maken hebben met gezin en familie, met de koning van pentakels. Wat is een eventuele uitkomst voor de stier? We zijn hier bezig voor de maagd. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een stier. We hebben de vijf van zwaarden. De koning van pentakels kan ook een stier zijn, vandaar dat ik stier zeg. Wat is een eventuele uitkomst voor de maagd? Eventuele uitkomst in deze situatie voor de maagd. Vijf van zwaarden hadden we. We hebben de ster. En we hebben de magier. Onder op het dek, kelke 7. Onduidelijkheid in de situatie. Niet weten welke optie te kiezen. Geen keuze kunnen maken, omdat er te veel opties zijn. Het is nodig om duidelijkheid te krijgen in een situatie. En in de uitkomst hebben we de magier. Dus inderdaad, het is nodig om duidelijkheid te krijgen. Wat wil je echt voor de toekomst? Met de vijf van zwaarden kan het zijn dat je jezelf op de een of andere manier emotioneel manipuleert. Of voor de gek houdt op de een of andere manier. Dat je de situatie niet ziet zoals die is. Of dit kan een kaart zijn van willen winnen. Kosten wat het kost met de vijf van zwaarden. En daarbij niet rekening houden met de ander. En dit kan ook de energie zijn van je persoon inderdaad. Je persoon kan zijn dat hij of zij je heeft bedrogen. Kan zijn dat je gemanipuleerd bent op de een of andere manier. Of wordt door je persoon. Dat je healing nodig hebt met die sterkaart. Van een bepaald bedrog of misleiding. Dit kan te maken hebben met keuzes die gemaakt zijn in het verleden. En dat waren geen goede keuzes. Dus je denkt terug aan de keuzes die gemaakt zijn. En ja, mocht je andere keuzes gemaakt hebben, dan stond je op dit moment anders in het leven als het ware. En ja, de ster is healen en wensen, hoop en geloof dat het goed gaat komen. En dit manifesteer je. Maar ik krijg hier heel duidelijk door van weet wat je wil, zodat je ook het juiste kunt manifesteren met die vijf van zwaarden. Want misschien is er gewoon nog niet duidelijk wat je precies zelf wil. Met die keizerin energie, dit is wel echt iemand die weet wat ze wil. Maar ja, je hebt een conflict en dit kan een innerlijk conflict zijn. Dus ja, volg ook je intuïtie. Wat is die vijf van zwaarden? Wat is die vijf van zwaarden en de uitkomst? Koningin van kelken. Een hele liefdevolle koningin. Ja, je hebt misschien het gevoel gehad. Als ik voor de ander zorg, mijn liefde geef, me emotioneel helemaal blootgeef. Nou ja, dan zal ik ook de liefde terugkrijgen die ik uitzend. En het kan zijn dat je gewoon jezelf daarmee ja, min of meer voor de gek hebt gehouden. Dit is iemand die vooral denkt aan anderen en niet zozeer aan zichzelf. Dus het belangrijke is in de uitkomst inderdaad dat je aan jezelf gaat denken en niet in eerste instantie aan de ander. Je eigen emotionele geluk staat voorop.
En dat is een keuze die je in het verleden misschien ja, anders hebt gemaakt. Maar nu, met de negen van pentakels en de keizerin, heb ik het gevoel dat jullie echt onafhankelijk zijn. En inderdaad zorgen voor je eigen geluk. En je eigen financiële zekerheid en stabiliteit. Dus je denkt wel nog terug over, ja, ik heb deze situatie gewoon verkeerd aangepakt. Waarom ligt hier die ster? De koningin van zwaarden. Ja, de koningin van zwaarden is iemand die heel veel mee heeft gemaakt. Iemand die wellicht teleurgesteld is in de situatie. En ik heb het gevoel dat jullie dat zijn, maagd. Je bent teleurgesteld. Je bent wellicht alleen gelaten. Jouw persoon heeft andere prioriteiten. Heeft misschien een derde persoon of ja, aandacht en energie en tijd in iemand anders gestoken. Waardoor je nu jezelf beschermt. Het kan een gescheiden vrouw zijn, een alleenstaande moeder. En je hebt healing nodig van die pijn. Door die pijn heb jij jezelf afgesloten. Ben je heel defensief? Heb je afstand genomen van de persoon? Heb je je emotioneel teruggetrokken? Ja, je wil eigenlijk niets of niemand meer in je leven die jou niet verder brengt. Of die jou niet hetzelfde geeft als wat jij geeft in een situatie. Dus ja, dit is echt de kaart van healing. Je emoties weer onder controle krijgen, verwerking van hetgeen er gebeurd is. Waardoor je weer ja, hoop en geloof ook krijgt op een nieuw begin. Op een ja, vreugdevolle, vruchtbare, gelukkige toekomst. Dus durf je weer emotioneel open te stellen. Want jullie waren in die energie van koningin van kelken. En je gaat naar de koningin van zwaarden in de uitkomst. De koningin van kelken geeft heel veel liefde, heel veel emotie. De koningin van zwaarden houdt emoties binnen en is afstandelijk. Maar het is wel iemand die in haar kracht staat en die weet wat goed voor haar is. Dus ik heb het gevoel dat jullie meer je emoties onder controle krijgen. En met die magier, waarom ligt de magier hier? En daar gaan we echt stoppen, want ik blijf maar doorgaan. Ja, er komt weer die kelken 7. Meerdere opties, onduidelijkheid. Nog geen keuze kunnen maken omdat er onduidelijkheid is. En het is nodig om eerst duidelijkheid te krijgen in een situatie. Dus weet wat je manifesteert. Krijg voor jezelf duidelijk wat jij wil van deze connectie voor de toekomst. En ga dat manifesteren. En ik heb het gevoel dat jullie dat wel gaan doen. Want de koningin van zwaarden weet wat ze wil. Weet wat goed voor haar is. En zal iedereen die niet goed voor haar is, iedere persoon, iedere situatie die niet goed voor haar is, die zal zij ja, buiten sluiten. Daar zal ze niet mee verder gaan. Dus volg ook je intuïtie, ook met die ster. En krijg duidelijkheid voor jezelf en ga dat manifesteren. Visualiseren, praat met het universum. En ja, weet wat je manifesteert. Ik heb het gevoel dat jullie je eigen geluk, dat je heel erg in je kracht komt te staan. Het kan zijn dat jullie ook heel spiritueel zijn met die ster en die magier hier. En dat je in je kracht komt te staan en inderdaad een wens in vervulling zal gaan door jouw manifestatie in de toekomst. Jullie kunnen het zelf manifesteren en dat ga je ook doen. Dus dat is een hele mooie boodschap, maagd. En ik blijf maar stier zeggen. Jullie kunnen dus echt te maken hebben met een stier of, zoals ik zei, een ram, heel sterk. Vuurteken. Leeuw. Ik wil nog één kaart voor de maagd. Ter afsluiting van deze reading. En af en toe kan het alle kanten opgaan. Zoals jullie zien. Dus kijk hoe het resoneert. Ik kan nog wel een uur doorgaan. Doorleggen. Maar... Nou. We hebben de kaart service. I feel good when I can help others. Dus ik voel me goed wanneer ik anderen kan helpen. Dat is ook echt een kaart die past bij de koningin van kelken. Die eerste kaart wat hier ligt, die verklaard wordt door de koningin van kelken. Ja, een zorgzame energie. Je voelt je ook goed wanneer je anderen kan helpen. Maar denk ook aan jezelf. En dan hebben we envy. En de boodschap daarop is, ik ben hetzelfde als iedereen, maar met andere uitdagingen in mijn leven. Dus neem die boodschap mee. Ik ben hetzelfde als iedereen, maar met andere uitdaging.
uitdagingen. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Resoneer dat. Geef me een like. Geef me een reactie. En ik wens jullie heel veel succes in deze situatie. Je staat in je kracht. Dat is heel duidelijk met deze grote arcana kaarten allemaal. Wat we hier hebben liggen. Er gaat verandering komen in jezelf vooral ook. En er komt balans, hè, met de gerechtigheid. Er komt balans in de situatie. Een cirkel zal rond worden. En het conflict is van tijdelijke aard. Dus ja, ik wens jullie heel veel geluk, heel veel succes in het nieuwe jaar alvast. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben en het leuk vinden. En tot de volgende keer. Doei!